deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een unboxing voor jullie. En deze keer is het geen beauty, het is namelijk een fashion item. En het is een fashion item wat limited edition is, wat ik super tof vind, wat ik gekregen heb, wat ik ook heel erg graag jullie wil laten zien. Dus als je benieuwd bent wat er in deze doos zit, dan moet je zeker even blijven kijken. Even een disclaimer voordat ik ga beginnen met de video. Mocht het je opvallen, het is al een heel stuk weggetrokken, dat dit heel erg rood is. Ik ben afgelopen week naar Hoek van Holland geweest, naar het strand. Super lekker, maar ik ben daar een beetje verbrand. Eén kleine tip, de Ritual zonnebrandcreme ruikt heel erg lekker. Maar as you can see, it really doesn't work. Dus kleine tip van mij. Dus ik ben daar een beetje verbrand. Het is al een heel stuk minder, maar mocht je er nog wat van zien, dat klopt. Over het algemeen ben ik altijd wel iemand die zich goed insmeert, dus geen zorgen. Nou, ik heb hier een doos. En ik heb hem al opengemaakt, want jullie kennen me. Ik wil altijd even alles checken of dat heel is, of het klopt, of het de goede spullen zijn. En als je goed kijkt, zie je hier het Nike logo. Dit zijn namelijk schoenen. En als je mijn salon unboxing hebt gezien, dan zag je dat daar ook een paar Nikes in zaten. Die vond ik ook heel tof, maar ik vond ze net niet wauw genoeg om ze te houden. En toen vertelde ik al dat ik dol ben op Air Force. Ik heb één paar witte Air Force en daar loop ik echt super vaak op. Ik vind dat zulke fijne schoenen. En toen dacht ik van, misschien is het tijd voor een nieuw paar. En toen kwam ik deze tegen. En die kwam ik eerst tegen op de Facebookpagina Sneaker District. Die maken echt super veel reclame de laatste tijd. En toen zag ik dit paar schoenen en toen dacht ik, wauw, die kleur is zo vet. En toen dacht ik, damn, die moet ik echt hebben. En toen ging ik kijken en toen hadden ze maar tot maat 41. Nou, ik heb 42, maar van Nike heb ik 43, want die vallen best wel klein. Vooral Air Force. Dus toen had ik echt zoiets van, nee, ik wil die schoenen. Waarom hebben ze nou niet mijn maat? En dat is ook altijd als ik bijvoorbeeld in de sale ga kijken. Laatst was ik bijvoorbeeld, hebben jullie de shop nog kunnen zien natuurlijk bij de Hudson Bay. Nou, toen keek ik op de schoenenafdeling, overal schoenen, alle maten. En dan echt sukkerijen voor 36 qua keus. En zo'n tafeltje voor 42. Daar heb ik echt zo'n hekel aan. Ik hoop echt dat dat in de toekomst nog een keer verandert. Dus toen heb ik gekeken op de site van Nike zelf. En daar hadden ze deze nog wel. En in maat 43. Dus ja, ik denk dat het gewoon tijd is om ze te laten zien. Dit is in ieder geval de doos, hoe die binnenkomt. Dan zit hier zo'n tag ding. Ik weet even niet hoe ik het moet noemen. En buiten het feit dat ik deze schoenen gewoon heel graag wil laten zien, krijg ik laatst van jullie bij mijn Morphe unboxing ook al vragen dat ik vaker webshop unboxings moet doen. En dan ook even vertellen hoe ik de service vond, hoe ik betaald heb, hoe snel het binnen was. Dus dat zal ik dan ook wel wat vaker doen. Dit is de doos hoe ze binnenkwamen. Er staat ook op Nike Air Force One. Dus ja, ik vind de doos in ieder geval mooi. Beetje ja, zilvergrijs en een beetje glimmend. Ik probeer dit echt goed te laten zien, maar schoenen is gewoon niet het allermakkelijkst om op beeld te laten zien. Ik moest ook zeggen dat ik bij mijn salon unboxing, toen ik hem ging editen later, toen keek ik ook echt zo terug naar die beelden. Ik heb echt zo'n ding vast. Het is echt super groot zo naast je hoofd. En dit zijn mijn nieuwe schoenen. Ik hoop dat jullie het een beetje goed kunnen zien. Wat ik al zei, het is vooral de kleur. De kleur was echt dat ik dacht, ik heb heel veel, het is heel veel, ik draag veel zwart. Ik heb toevallig nu een zwart met wit topje aan, maar gewoon heel veel zwart. En ik heb schoenen, even kijken, ik heb zwart met wit, ik heb helemaal witte en ik heb een beetje ja, stofzwart. Dus ik heb helemaal geen kleur voor de rest. Ik heb ook nog een paar Michael Kors schoenen, die zijn velvet, die zijn ook zwart. En voor de rest heb ik volgens mij op één paar hakken na, wat ik echt nooit draag, helemaal geen kleur in mijn kast qua schoenen. En toen dacht ik van, dan is het misschien wel tof dat ik juist eens een keer echt zo'n pop of color kies. Dit is dus hoe dat ze eruit zien. Ze zijn dus limited edition. Als ik me niet vergis heb je er drie keuzes in. Je hebt deze kleur, gewoon witte en legergroen. En ik vond legergroen ook heel tof. Jullie weten, ik vind legergroen, dat staat me ook best wel goed. Maar ik heb natuurlijk ja, best wel grote voeten. En dit is 43, dus ja. En toen had ik zoiets van, misschien wordt dat legergroen dan een beetje mannelijk of zo. Dus dat was uiteindelijk, ik dacht, nee, ik ga toch voor deze. En dit is hoe ze eruit zien. Ik vind ze echt super tof. Wat ik ook heel leuk vind is dat het logo hier, dat is ja, chroom metallic. De veters zijn dezelfde kleur als de schoenen. Dat vind ik ook altijd wel mooi. Op zich had ik witte veters ook niet lelijk gevonden. Maar ik vind dit ook wel mooi. Zoals jullie weten, ik hou niet zo van goud. Dus ik vind het jammer dat deze dingetjes... Volgens mij noemen ze dat trouwens nesteltjes. Hebben jullie enig idee hoe die dingen noemt? Volgens mij heten die dingen nesteltjes. Maar voor iedereen is het altijd een raadsel. En die zijn helaas goud. Maar goed, hè, dat kleine ding op zo'n schoen LB. En de zool is... ja, hij is een beetje off-white. Maar...
Nu vind ik het niet erg, want de rest van de schoen heeft een andere kleur. En die andere schoenen van Salon, die waren hier dus off-white en hier wit op de zool. Dus dat was een beetje een, ja, niet zo'n mooi contrast. Maar dit is hoe ze eruit zien. Ik vind ze gewoon echt super tof en ik vind de kleur echt mega mooi. Het is geen blauw, het is geen paars, het is geen lila en het is geen babyblauw. Het zit er echt precies tussenin en ik vind de combinatie blauw-paars altijd heel erg mooi. En ja, dit kan in principe gewoon onder best wel veel dingen. Ik denk dat je daar echt nog in zal verbazen. Maar dit is dus in ieder geval hoe ze eruit zien. Dan wil ik natuurlijk nog even iets vertellen over hoe ik ze precies besteld heb en welk type het is. Ik zal even de naam hier opschrijven, want het staat hier afgekort. Maar volgens mij is het Premium Looks en dan in de kleur Royal. Dat zijn ze dus. En ik vind het gewoon echt, vooral de kleur, en hij is op camera misschien iets lichter dan in het echt, vind ik ze gewoon echt heel tof. Ik vind ze in ieder geval echt super, super, super tof. En ik heb wel eens een keer verteld, ik ben best wel een Nike fan. Ik bedoel, dit is mijn vierde paar Nikes. Ik denk wel dat ik dan mag zeggen dat ik fan ben, denk ik. Ik ben voor de rest niet heel erg een schoenenpersoon. Ik weet dat er echt gewoon vooral mannen zijn die worden helemaal wild van gimpen en sneakers. En die willen alle soorten en alle limited editions. En het feit dat deze limited editions zijn, is natuurlijk leuk meegenomen. Het feit dat ze dan niet door iedereen gedragen worden, dat vind ik heel tof. Ik vond het vroeger altijd vreselijk als je dan op school liep. En ik weet nog wel dat het op een gegeven moment zo'n ding was met lege groene broeken. Zo'n lege printbroek. Dat vond ik dan super leuk, maar zodra ik er al meer dan 10 mensen mee zag lopen, vond ik het al helemaal niet leuk meer, want het is helemaal niet meer bijzonder. En dat is met dit paar waarschijnlijk ook. Ik ben heel benieuwd of ik nog meer mensen ga tegenkomen met dit paar schoenen, maar ik vind ze echt super tof. Ik blijf er ook maar naar kijken. Ik vind de kleur echt zo tof, heeft Nike zo tof gedaan. En ook nog een bijkomstigheid dat ze er nog Air Force zijn. Dus ja, ik ben echt mega excited. Ik ben heel benieuwd wat jullie er vooral van vinden. Ik ga natuurlijk in deze video nog even wat shots laten zien. Hoe ze staan, hoe ze aanvoelen aan mijn voeten. Ik heb ze nog niet aangehad. Ze zien er nog helemaal nieuw uit. Er zit zelfs nog karton in. Hier staat nog Air op, ook super netjes. Ze zijn helemaal van leer, dus dat is ook gewoon echt super mooi. Super netjes de kwaliteit. De veters zijn echt gewoon heel bijpassend erbij. Dat dit logo glimmend is, vind ik ook echt super leuk. Dus ja, ik ben eerste indruk is echt heel erg goed. Ik heb zoveel zin om deze aan te gaan doen. En te gaan kijken hoe ze staan. En ik vind het ook echt leuk om nu eens een keer schoenen te hebben. Waarbij je wat meer moeite moet doen wat je erbij aan gaat doen. Want ik al zei, ik draag heel veel zwart. Nou, no problem. Dus dat scheelt. Maar het lijkt me ook leuk om te kijken wat past hier nog meer bij. Want ik vind bijvoorbeeld blauw vind ik hier prima bij. Nou ja, paars tinten ook wel. Ik heb niet zoveel paars in de kast. Het ligt er een beetje aan of het niet te contrasterend is. En als het wat contrasterend is, hoe staat het dan? Ik zou bijvoorbeeld niet zo snel geel hierbij aandoen. Nou staat dat me sowieso niet, dus dat scheelt. Maar bijvoorbeeld rood vind ik ook heel tricky. Dus het is echt een beetje kijken. En misschien dat het ook aan de print ligt. Ik zag bijvoorbeeld ook een foto op de Instagram-pagina van Sneaker District van iemand met een bloemenprintbroek, zwarte bloemenprint. Nou, het was ook gewoon super tof, maar daar zat ook wel wat kleur in en dat stond er gewoon echt heel leuk bij. Dus ja, het lijkt me echt leuk om hier een beetje mee te gaan spelen en te doen. Duidelijk zijn. Ik ben echt super blij met dit paar schoenen. Ze zitten echt super lekker. En ja, I love it. Dus ja, ik wilde dit heel graag laten zien. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik hoop natuurlijk dat jullie ze ook tof vinden. Maar eigenlijk vind ik het helemaal niet belangrijk wat jullie ervan vinden. Want ik vind ze mooi. Ik ben er blij mee. Ik heb ze gekregen van mijn moeder, van mijn ouders. Als cadeautje, omdat het goed gaat op het werk. Ik heb daar een nieuwe functie. Daar kom ik binnenkort wel even op terug in een kletsvideo. En dit is zeg maar een well done present. En elke keer als ik nu naar mijn voeten kijk, dan voel ik mij een strong female. En I can rule the world.
I can rule the world. Dus ja, ik vind dit echt super lief. Ik ben er heel erg blij mee. En ik ga echt shine op deze mooie patas. Dus ja, ik ben er echt heel blij mee. Dan was dit alweer de video. Ik hoop natuurlijk dat jullie het een leuke video vonden. Dat ik jullie ook weer wat inspiratie heb gegeven. Als jij ook gekleurde sneakers hebt. Of schoenen in deze kleur. Waar ik bijvoorbeeld ook echt niet zoveel raad mee wist. Dan hoop ik dat ik je wat inspiratie heb kunnen geven. Of natuurlijk als jij dit ook een heel vet paar schoenen vond. Of je zou de leger groene of de witte bijvoorbeeld heel tof vinden. Dan zou ik zeggen, deze collectie is echt super mooi. Hij is onder andere te kopen bij Nike zelf. En dan is je bestelling ook nog eens gewoon super snel binnen. Dus als je deze lijn ook zo super tof vindt, doe dan ook even je duimpje omhoog. Ram natuurlijk op die rode abonneerknop om ook bij de Shark Academy familie te horen. En vergeet niet op het belletje te drukken om notificaties te ontvangen wanneer ik elke woensdag en elke zondag weer een nieuwe video heb. En dan zie ik jullie graag woensdag weer met een nieuwe video. Tot woensdag!